Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 24. Genoeg over de basis van Blender, dat heb je allemaal geleerd in deel 1. We gaan nu starten met deel 2 video 24 nog. En in deel 2 alles over het maken van de jouw modellen in Blender. Uit de tekening en in 3D in Blender zetten. Hoe tof is dat? En in deze video gaan we maar eens beginnen met die tekening zelf in Blender zetten. Nog gewoon plat als empty, maar wel even belangrijk om te doen. Breng die tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Zet je tekening in Blender. Maar ho, voordat ik dat ga doen, nogmaals nog even zeggen: compliment. Jij hebt deel 1 afgerond. Hoho, Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Dus laat vooral een reactie achter hieronder in de video. Want uh, heb je alleen de vlamvideootjes gekeken? Of alle videootjes? Of misschien zelfs een echte stevig gekost boekvideo? En heb je alle Blender doelopdrachten gedaan? Nou, ik hoop het. Want zeker als je de Blender doelopdrachten echt serieus neemt, hebt gedaan, dan heb jij een solide basis. Om ja, dit fantastische programma verder te leren kennen. En ik wil het nog even hebben over screencast keys. Weet je wel, dat zijn die uh, knoppen die ik af en toe in uh, beeld breng, zoals numpad en slash. En Ctrl-Alt en Shift en uh, pijltjes. Ik, uh, ik heb ze hier allemaal voor mijn neus. En uh, in deel 2 ga ik ervan uit dat jij dus al wat meer kennis hebt. En dan zal ik minder vaak daarop drukken. Maar ik heb wel een andere manier die ik je zo ga laten zien. Zodat je toch nog een beetje kan zien waar ik allemaal op druk. En wat ik ook wil zeggen is: minder vlamvideo's. Weet je al, die uh, belangrijke video's. Um, want ik ga een heel aantal modifiers. Er zijn een soort effecten bij langs. Uh, stuk voor stuk. Maar omdat jij al de basis weet, gaan we ook wat meer ja, differentiëren. De mooie. Onderwijs docenten ter, blablabla. Bla bla. Maar in ieder geval wat meer spreiden tussen. Wil je echt alles kijken, doe dat. Maar eh, niet alles is meer een hele belangrijke vlam video. Maar ze zijn er wel. Dus als je een vlam video tegenkomt, die moet je zeker weten kijken. Maar hey, wil je het echt leren? Kijk dan gewoon lekker alles. En ja, eindelijk. Gaan we echt aan de slag met jouw project? In film nummer 4 heb ik tips gegeven. En de belangrijke doelopdracht was daar: maak die tekening. Dus ik hoop dat je dat echt hebt gedaan. En uh, dan gaan we die tekening echt tot leven brengen in Blender. En je tekening in Blender zetten doe je als een leeg object. Beter laat ik het je even zien. We zitten hier in Blender. En wat ik je ook wil laten zien is dat nu aan deze kant hieronder een groen uh, vakje zit. En als ik daarop uh, klik, dan zie je dus. Wat ik doe. Dus hier kun je alles zien wat ik op mijn toetsenbord indruk. Nou, dat gaat uh, automatisch en bij elke klik die ik doe. Dus dat is best handig in die zin. Maar het is ook weer snel weg. Dus als ik echt de aandacht wil vestigen op een specifieke belangrijk iets, bijvoorbeeld Ctrl-Alt-Numpet uh, 0 of zo, dan doe ik het op die manier en dan komt het ook in beeld. En dan hoop ik dat ik uh, niet alleen maar Laat zien wat je moet doen, maar dat je dus ook heel duidelijk ziet wat ik allemaal met mijn muis en toetsenbord doe. En uh, ja, dat lijkt mij best wel handig om het te kunnen leren. Goed, die tekening in Blender zetten, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik heb hier de tekening in Windows Verkenner, uh, Chris tekening final. En het is gewoon een kwestie van uh, links klik en sleep. en dan hoppakee, sleep je hem in Blender en je laat hem los. En voilà, hij staat in Blender. Maar wat je ook ziet is dat hij dus is georiënteerd naar op dat moment hoe jij in de vierport keek. Dus nu is hij een beetje raar gedraaid. Maar als ik op Alt-R druk, hoppakee, dan eh, ja, doe ik die draaiing ongedaan en staat hij er gewoon in. Met R-X en dan een 90 intypen, dan kan ik hem 90 graden draaien over de X-as. En ofte, voilà, je ja, tekening staat erin. Klik even op deze kubus en dan op X, want die hebben we eigenlijk niet nodig. Met X delete je hem. En nu gaan we deze eventjes op de goede plek zetten. Maar let even op. Uh, want het verplaatsen, daar zit een klein uh, dingetje in. En we moeten hem wel op de juiste plek en afmetingen krijgen. Maar kijk, ik kan er gewoon op klikken. En dan met uh, G kun je hem gewoon verplaatsen. En met R kun je hem gewoon draaien. En met S kan je hem gewoon schalen. En dat gaat gewoon allemaal vanuit het origin-punt hier in het midden van het object. Net zoals elk object in Blender. Maar het volgende: als ik naar de rand van het object ga, hier zo, dan kan ik hem hier ook gewoon schalen. Dus zonder dat ik op S druk, maar gewoon met uh, links klik en slepen. Kan ik hem ook groter en kleiner maken? En zelfs hier in het midden zit ook een dingetje: een soort widget-achtig. En met, dan kan ik hem gewoon verplaatsen. Dus ik hoef er geen eens op G te drukken. Maar ik verplaats hem gewoon. Maar er is wel één quirky. En dat is dat het origin punt blijft gewoon op dezelfde oorspronkelijke plek staan. Dus je kan hem op die manier verplaatsen. Maar als je dan vervolgens weer gewoon wil schalen met de S, dan schaalt hij altijd naar het origin punt toe. Dus uh, ja, heel leuk, die uh, widget-achtige dingen van dit object. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet handig. Dan heb ik liever dat je het gewoon doet met S en R. En uh, met G om gewoon te pakken, want dan neem je tenminste altijd dat origin punt mee. Allright, wat gaan we doen? Ja, we gaan hem dus op de juiste plek zetten en ook met de juiste afmetingen. Nou ja, en over die afmetingen, het volgende. Dit hier is een empty object. Dat betekent, in, uh, als ik hem hier in rendered view zet... Dan zie ik hem nog steeds gewoon in mijn viewport. Maar als ik het filmpje echt ga renderen, dan zal hij deze tekening nooit in beeld brengen. En dat is ook een eigenschap van een empty object. Het is, het is de tekening die jij hebt gemaakt, maar het is wel een empty object. In die zin dat hij dus nooit in jouw renders, in je uiteindelijke film, tevoorschijn gaat komen. En het is ook een empty object, omdat hij dus geen dimensies heeft. Kijk, hier staat wel locatie, rotatie en schaal. En zoals je nog weet van vorige video's, gaat het niet alleen om de schaal, maar heeft ook daadwerkelijk de uh, dimensies. Maar er staat alleen maar schaal, maar er staat geen dimensies. We gaan even snel die. Oh, die hebben de kubus weggehaald. Hadden we eigenlijk nog best kunnen gebruiken. Nou, ik doe even ctrl-A, doe ik mesh en doe ik even een uh, kubus. En dan heb ik hier gewoon een kubus. En hier zie je dus de schaal. Die staat allemaal netjes op 1. En de dimensies. een standaard kubus van blenden is 2 meter. Nou, hoe groot gaat jouw scène worden? Tja. Uh, het leuke van onze stijl. De low poly stijl. Een beetje cartoonachtig. Is dat het eigenlijk geen beat uitmaakt. En of het nou heel groot of heel klein is. En of onderlinge verhoudingen nou wel of niet kloppen. Maakt niet uit. Dus jouw fantasie. Is jouw tekening. Maar om toch nog een beetje richting te geven: als je iets heel ver weg doet, dan krijg je een beetje problemen. En als je iets heel erg uh, klein maakt, krijg je een beetje problemen. Dus doe er iets uh, tussenin en een goede, nou. Uh, ja. Uh, start om mee te beginnen is 20 bij 20 meter, dus dat je eigenlijk een wereldje maakt die 20 bij 20 bij 20 meter is. Nou, deze doe ik eventjes een beetje aan de kant. We hebben hier deze kubus en die is op dit moment 2 bij 2 meter. En die gaan we 20 bij 20 bij 20 maken. En die kan ik gewoon met de schaal doen. Ik kan op verschillende manieren. Maar hey, een mooie gelegenheid om een ander trucje te leren. En dat heeft te maken met alt en Links klik en sleep. Ik laat het je zien. Als ik Alt ingedrukt hou en ik doe hier links klik en sleep en ik uh, laat Alt los, maar wat er dan gebeurt is dat hij dan uh, gelijk schaalt, eigenlijk hetzelfde als met S, maar dan gelijk ook over de X, Y en Z as. Maar het kan ook zo, Alt, links klik en sleep en ik laat dan los en dan kan ik gelijk voor de X, Y en Z as in één keer 20 intypen en hoppakee, dan hoef ik er niet drie keer in 20 in te typen. Maar doe ik dat gewoon in één keer. En dat is dus makkelijk met behulp van Alt en zo. Nou, deze kubus is dus 20 bij 20. En dan gaan we de tekening ook ongeveer zo groot maken. Als ik even van, de, van tevoren kijk. Oeh, hij is nog een beetje gedraaid. RX90. Zo zie je, en nu staat hij weer rechtop. En ik heb hem 90 graden over de X-as gedraaid. En ik van de voorkant kijk zet ik hem eventjes zo hier, ongeveer in het midden van de wereld. Deze kubus. Gaan we, denk ik, nog niet echt heel erg gebruiken. Maar zet ik ook ongeveer zo. En maak deze tekening ook ongeveer 20 meter breed. Het is allemaal ongeveer, maakt niet zo heel veel uit. Maar dan weet ik dat deze tekening ongeveer 20 meter breed is. En dat is een goed startpunt om te beginnen. Deze kubus haal ik weer weg. Dus, wat hebben we nu gedaan? Wat is het lijstje? Ja, Juiste plek en de afmetingen. Dus wat rest ons nog? De projectmap maken en deze. Blender-bestand, dit Blender-bestand gaan opslaan. Hoehoe. Nou, um, alright. Want als je zo'n groot project gaat beginnen, als deze tekening tot leven brengen in Blender, is het een heel goed plan om dingen op te slaan. Goed. Eigenlijk zoals in elk programma natuurlijk, in elk prik wat je doet: File. Klik je op Save. En dan krijg je hier je uh, ja eigenlijk je blender verkennen zeg maar, dat is niet je Windows verkennen, maar je blender verkennen. Maar hier, je harde schijf van je computer staat er allemaal je standaard mappen en uh, ik zou zeggen vind een goede plek. En eigenlijk is een goede plek een Google Drive of een OneDrive. Voor mijn part iCloud Drive of wat dan ook, iets online zodat als je computer crasht, dat je niet alles kwijtraakt. Um, maak een, een nieuwe map en noem die nieuwe map uh, Blender teken. Oké, okay. en als ik erop klik, nee, dubbelklik, dan opent die en heb ik een nieuwe map gemaakt voor mijn complete project. Hieronder kan je de naam invullen en als ik je een tip mag geven, noem dit blendenbestand uh, tekening modellen. Want in de komende video's gaan we jouw modellen maken van jouw tekening. Dus dit blendebestand wordt nog niet de uiteindelijke animatie, maar het blendebestand wat al jouw modellen gaat bevatten. En dat is heel erg handig, want... In een komende video ga ik het ook hebben over de Asset Browser. En de modellen die je in dit Blender-project gaat maken, gaan we later in die video markeren als Asset. Zodat je ze ook makkelijk kan gebruiken in andere Blender-projecten. Nou, daarover later gewoon meer. Wat je nu moet weten: maak een nieuwe map en sla dit Blender-bestand op als tekeningmodellen.blend Save Blender File. En daar staat die tekening dus in. C. Hartstikke, Hartstikke mooi. Alright, dat was het weer voor nu. Op naar de volgende video, nummer 25, waarin ga jij je blok maken. Dus eigenlijk zeg maar de ondergrond waarop de scène van jouw tekening zich afspeelt. Alright, ik zie je daar. Maak iets.